Hallo, Driehoek, dit leek lekker. Mooi man. Cirkel, ik is van die courant af. En ik wil graag voor jou een paar vragen over appels. Appels? Ja, appels. Okay. Cirkel, verstaan ik graag dat jij glad niet van appels houdt? Dit is correct. Ik hou van dieren. Ja, dank je. En zeg voor mij, hoekom hou je niet van appels niet? Well, appels is onsmakelijk, en ik hou niet van onsmakelijke dingen. Dus hoef ik voor mij moeiel verkeerd om appels te eten. Omdat hulle rond is en ik ook rond is. Ja, en zeg voor mij, is dit ook waar dat jij een keer een appel alleen in die winkel gelos hebt tussen alle andere appels op je rakken en dit niet in jouw trolley gelaai het nie en dat die appel toe alleen was? Ik is me, Sinaker, waarvan jij bent me. Ik verstand. Dank je, Cirkel, voor jullie onderhoud. Hou die krant voor het op en jij zal je woorden dan krijgen. Die waarheid zal altijd zeer veel. Ja, mediavryheid, hè? Ja, zet een media freedom. Jee. Hey, het is amper tijd voor die nieuws om 7. Welkom by die nuus om 7. In vanaand se bulletin. Diskriminasie teen appels is steeds algemeen. Die prys van olie is nou hoër as die prys van pere en die krankzinnige keel slaan weer toe. Dit en meer nou. Die land is tans in rep en roer, nadat bykans die helfte erken het dat hulle steeds onregverdig diskrimineer teen appels. Ons was regstreeks op die toneel en het onderhoude gevoer met verskeie van die rassiste. Een van hulle, een sekere meneer Sirkel, het aangevoer dat appels inherent moreel afvallig is. Well, appels is onsmakelijk en dis vir my moreel verkeerd dat hulle rond is. Tijdens die onderhoud het meneer Sirkel beken dat hy onlangs direct verantwoordelik was vir die sterfte van een jong appelkie. Die appelkie het hy vir dood achtergelaat op een ongenaakbare koue staalrak in een supermark. Toe hy gevra is hoekom hy hierdie gruweldaad gepleeg het, het hy gesê: "Ek is me, Sinaker, me, okay." Wat 'n vark! Op die nywerheidsindex het die prys van olie die prys van What the hell, this me, what ek bedoel het me?